Barmhartigheid voor vandaag, 16 april. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Gods barmhartigheid is elke morgen nieuw, omdat elke dag slechts genoeg barmhartigheid heeft voor die dag. Daarom hebben we de neiging om te wanhopen als we denken dat we de lasten van morgen moeten dragen met de middelen van vandaag. God wil dat we weten, dat is niet waar. De barmhartigheden van vandaag zijn voor de problemen van vandaag. De barmhartigheden van morgen zijn voor de problemen van morgen. Soms vragen we onszelf af of we de genade zullen hebben om vreselijke beproevingen te doorstaan. Ja, dat zullen we. Petrus zegt, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. 1 Petrus 4, vers 14. Wanneer de smaad komt, komt ook de geest der heerlijkheid. Stefanus kreeg die geest toen hij gestenigd werd, en jij zult hem ook krijgen. Als de geest en de heerlijkheid nodig zijn, zullen ze komen. Het manna in de woestijn kwam per dag. Het kon niet bewaard worden. Op dezelfde manier moeten we vertrouwen op Gods barmhartigheid. Je krijgt vandaag geen krachten om de lasten van morgen te dragen. Je hebt vandaag barmhartigheid gekregen voor de problemen van vandaag. Morgen zullen de barmhartigheden weer nieuw zijn. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. 1 Korinthe 1, vers 9. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.